Dit is inderdaad in februari 44. En dit ook. En ja. Mooie foto's, prachtig. Hier was ik 1 jaar. Nou ja. Daar zie je dus diezelfde kinderstoel. Die ook op de tekening staat. De tekening staat. Nou, dit is wat later. Dat is echt de periode dat ik me inderdaad nog wat meer van Beckman herinner. Maar dat is een beetje de tijd dat Beckman definitief naar Amerika ging. Goepel was een kunsthandelaar. Was een kunsthandelaar, Duitse kunsthandelaar. Mijn vader kende hem. En Goepel is bij mijn vader geweest en heeft hem verteld, ik vind het griezelig dat die schilderijen van Beckman allemaal daar staan. En mogen die naar de Keizersgracht? En dat is het begin geweest eigenlijk van de kennismaking van Beckman en mijn vader. 43. Ja. Net rond mijn geboorte, denk ik. In ieder geval kwam Beckman uiteraard regelmatig naar zijn schilderijen kijken en met mijn vader daarover praten. En mijn vader heeft, ook door de gesprekken die hij met Beckman had waarschijnlijk, toch steeds meer een diepgaande waardering voor Beckman gekregen. En was daar toch echt ook heel erg enthousiast over. Want Beckman die was natuurlijk toen al een zeer beroemde, uitgeweken kunstenaar. Ja. Wat ik zo mooi vind is dat het bezoek aan jullie familie, dus aan het jonge gezin waar jij als een soort van jonge dochter net verschenen was. Ja. Dat voor hem dat ook een soort van, bijna een uitwijkplaats was. Een soort in normaliteit. In een zeer moeilijke en ook voor hem zeer drukkende periode. Ze waren ook echt bevriend, want het is, ik meen in 44 een keer een hele griezelige periode geweest waarbij Beckman zich ook niet veilig voelde op Trokin. En toen zijn Guappy en hij en Bucci hebben ook een aantal dagen of een week of 2 weken, weet ik niet precies, op de Keizersgracht gelogeerd. En dat is eigenlijk het begin geweest van het voorbereiden van het familieportret? Mogelijkerwijs wel, ja. Dat zou zeer wel kunnen. Hij heeft ons altijd verteld, ja, dat was donderslag bij heldere hemel. Toen ik daar kwam net voor kerst in 1944 en dat schilderij zag. En daar was hij toen heel erg enthousiast over. Dus dat heeft hij toen meteen aangekocht. En dat is naar de Keizersgracht gekomen. En ook mijn moeder vond het heel mooi. Ja, en sindsdien heeft het daar gehangen. In het werk van Beckman, het is natuurlijk heel lastig omdat je er zo mee vergroeid bent. En het werk van Beckman wordt ook gezien dat hij het familieportret als een soort van, nou ja, utopie heeft geschilderd waarin de familie en de nieuwe generatie die jij vertegenwoordigde niet beladen met die verschrikkelijke gebeurtenissen in Europa, zeg maar, een nieuwe toekomst tegemoet kon gaan. Dat is een hele mooie interpretatie. Die ik krankzinnig vind, min of meer, maar dat is nog niet. Wat ik wel altijd heel bijzonder heb gevonden van dit portret, wij allemaal heel bijzonder hebben gevonden, dat het zo ongelooflijk goed mijn ouders weergeeft. Dat is echt absoluut beter dan welke foto dan ook. Ik heb wel eens gehoord dat als jouw moeder bezoek kreeg en iemand zei van, oh, wat heeft u daar hangen? Dat ze zei, oh, dat is van een vriend. Ja, ja zo, mijn vader heeft altijd gezegd, dat is helemaal niet zo belangrijk. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Ja. En voor ons was het ook altijd zo, gewoon was een schilderij. We hebben uit de familiecollectie ook een paar tekeningen kunnen verwerven. Dus er zijn de schetsen die als een soort van voorwerk hebben gediend. Ja. Maar een aantal tekeningen die in dezelfde jaren door jullie zijn verzameld. Ja, dat wil zeggen, Beckman die maakte voor mijn vader, voor zijn verjaardag, er staat ook inderdaad op 26-2-1944 of zoiets dergelijks voor Helmut Lütjens. En dat gaf hij dan als verjaarscadeau. Je hebt ons toen gebeld en gezegd van, we zouden het heel leuk vinden om het gesprek te openen met het Boijmans. Om te zien of daar de nieuwe openbare bestemming voor dit kostbare, prachtige werk is. Waarom dachten jullie aan Boijmans? Een belangrijke reden voor het Boijmans was ook dat mijn vader veel contacten had vroeger met Ebbingen Wubbe. Ik heb daar zelfs als kind van 15 of 14, ik was nog jonger, geloof ik 12, heb ik daar gelogeerd. Den Haag was wat dat betreft voor ons vreemder dan Rotterdam. Ja, mooi. Toeval. Ja.
Hoe komt dat? Ja, toeval. Maar wel gelukkig toeval in dit geval. Zei hij trots. Ja. Jawel, maar ja. Wij in feite ook. Dat is natuurlijk ongelooflijk prettig gelopen toen. Ja, precies.